Twee vertegenwoordigers van de National Institute of Culture and History van Belize oriënteren zich in Suriname. Dit bezoek vindt plaats in het kader van het project Samenwerking en Capaciteitsversterking Gebouwd Erfgoed en Archeologie Suriname-Belize. Stefan Fokker, directeur Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, zegt dat het project valt onder de verantwoordelijkheid van de Nationale Commissie UNESCO Suriname en wordt gefinancierd door UNESCO Jamaica. Fokker geeft aan dat binnen deze samenwerking er technische assistentie aan elkaar verleend wordt. En de bedoeling van het bezoek is, zoals ik al zei, dus te leren van elkaar, kennis en expertise te delen op het vlak van behoud van gebouwd erfgoed en pre-Columbiaanse sites in beide landen. Wat hebben Belize en Suriname gemeen op dat gebied? Nou, beide landen zijn lid van de CARICOM. Beide landen hebben een UNESCO werelderfgoed site. Ook qua klimaat zijn er overeenkomsten, enerzijds ook qua bevolking. Dat is het. En beide landen hebben een houten historische architectuur. Fokker zegt verder dat het gaat om een wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring. Zo zal Belize Suriname bijstaan om de archeologie in ons land verder te ontwikkelen. Anderzijds zal Suriname een bijdrage leveren aan het behoud van historisch gebouwd erfgoed in Belize. Bij ons is de archeologische dienst, archeologisch onderzoek nog in de kinderschoenen. Na een lange periode van stilstand is de archeologische dienst 4, 5 jaar terug weer nieuw leven ingeblazen. Daarvoor is mevrouw Irene Meulenberg aangetrokken, de archeoloog. In Belize is men veel verder met archeologie, met archeologische opgraven. Met name mevrouw Meulenberg heeft daar de nodige kennis kunnen opdoen. Hoe zij daar onderzoek doen, hoe zij samen met andere partijen werken bij archeologische opgravingen. Belize heeft de twee deskundigen uit Belize hebben op hun beurt kunnen ervaren hoe wij met ons gebouwd erfgoed omgaan, ook met historische begraafplaatsen. Zij hebben nog geen inventarisaties gedaan van historische begraafplaatsen. En dat was Stefan Fokker, directeur van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. Hij zegt dat Suriname een stapje voor is in het inventariseren van historische begraafplaatsen.